Naast het lopen werk ik in de consultancy. Dus werk voor een Amerikaanse adviesorganisatie met hoofdkantoor in Amsterdam. En mijn collega's zeggen juist altijd, als we hardloopfoto's zien, van het ziet er raar uit in die kleren. Nou ja, goed, inderdaad, de hardlopers die vinden dit wat vreemd. Nou, overdag loop ik er zo bij, 's avonds of 's ochtends in mijn hardloopkloffie. Waar zijn we nu? Bij de Karpendonkse Plassen, hier in Eindhoven. En ik heb hier, ja, pak een beetje 300 meter verderop in een studentenhuis gewoond. Dus echt letterlijk hier achter jou, daar heb ik mijn eerste hardloopmetertjes gemaakt. En nog steeds kom je met de groep trainen weer nog regelmatig. Hoe lang is dat geleden, jouw eerste hardloopkilometers? 6 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Dus dat was gewoon een keer proberen, een paar oude basketbalschoenen. Verschrikkelijk om te doen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga me als René Vroger inschrijven voor de Marathon van Rotterdam. Gewoon omdat je dat een keer gedaan moet hebben als sportliefhebber. En dat ging wel beter dan de gemiddelde amateur doet de eerste keer. Dus vandaar dat ik door ben gegaan met het lopen. Want je bent begonnen toen nog als student. Je hoort vaker dat er flink wat gewicht af is gegaan sinds dat wij gaan lopen. Jou ook? Ongeveer 15 kilo denk ik. En dan zit daar ook wel bij dat ik ook de student was die inderdaad wel regelmatig in de kroeg ging. Parallel daaraan niet zo bijster snel ging met mijn studie. Dus het hardlopen, de kilo's eraf en wat vaart maken met mijn studie, dat is allemaal wel hand in hand gegaan. Was jij toen al meteen ambitieus? Want het kan toch wel stellen dat je nu vrij fanatiek bent? Nou ja, in op zich wel. Laat ik er zo zeggen, kijk, natuurlijk, ik heb nooit naar de buitenwereld uitgesproken van als ik zo'n marathon ga doen, dan wil ik hem wel meteen binnen de 3 uur doen. Dus ik heb gezegd van nou, 3,5 uur is de bedoeling. En niemand wist dat ik al lang natuurlijk wel op 3 uur weg wilde gaan. Nou ja, je loopt een marathon en vanaf dat moment denk je wel van oké, het moet echt wel harder kunnen dan dit. Iedere keer met een stapje. En wat is ambitieus? Kijk, ik denk iedereen is naar zijn eigen niveau ambitieus. En naar mijn maatstaven probeer ik er het maximale uit te halen. En dat doet volgens mij ook iemand die 4 uur over een marathon doet. Of iemand die het in 2 uur, 3 minuten 59 doet. Dus dat is al naar gelang wat dat betreft. Maar hoe lang heb jij je dan voorbereid op die eerste marathon? 3 maanden, zeg maar. Dus ik geloof dat 15 december, tot 15 december kreeg je voor Rotterdam kreeg je 15 euro korting. Goed, en ik was student, dus dat vond ik al een hele mooie drijver. Dus ik heb me echt op 14 december of zo ingeschreven. Toen ben ik in februari maar eens hardloopschoenen gaan kopen. En toen kreeg ik ook de vraag op wat voor schema ik trainde. Waarop ik zei, schema, ik loop gewoon 3-4 keer in de week, een uur of rond die koers. En het idee was dat ik dat gewoon steeds langer ging doen. En dan hoopte ik het een keer 3,5 uur vol te houden. Maar goed, dus 2 maanden van tevoren ook maar een schemaatje gedownload en op die manier doorgegaan. Maar je hebt natuurlijk wel al heel wat marathons gelopen dit jaar. Hè? Hoe ver staat de teller? De teller staat nu op 6. De 10e zou Eindhoven worden op, zoals ze zelf zo mooi zeggen, 10-10-2010. Hoe vaak train je per week? 6 keer lopen, 1 keer rompstabiliteit en als separate training. En dan nog in ieder geval 1 sportmassage in de week. Dat is dus zeg maar 8 gerichte tijdsbestedingen aan toegewijd aan het lopen. En hoeveel denk je per dag aan lopen? Ja, ik moet even aan totaal. Normaal krijgen mannen dit soort vragen over seks, maar komt laat. Het zal elkaar benaderen, laat ik het zo zeggen. Het lopen is het continu in je. Ik bedoel dat, heel eerlijk, ik zit ook heel veel tijd van de dag achter de computer of met je smartphone. En inderdaad, dan check je ook continu hardloopwebsites, et cetera. Je denkt er altijd aan. Je bent verslaafd. Ja, absoluut. Nee, maar dat staat buiten kijf. Inmiddels weet de omgeving het ook, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker in de omgang. Ze kijken er niet meer raar van op als ik zeg van ik kan dan en dan niet, want ik moet nog heel veel hard gaan hardlopen, weet ik veel wat. Je bent verslaafd aan lopen. Wat voor een soort hardloopbeleving heb je? Ja, nou ja, ik vind met name toch het lopen richting een doel. Er is maar één doel en dat is iedere keer na zoveel weken ergens een piek leggen. Gigantisch doodgaan en als je het dan toch weer haalt, dat is gewoon het mooiste wat er is. Voor de rest. Ook het andere wat ik bij Eindhoven Atletiek heb, gewoon het sociale aspect. Dat vind ik ook
juist rustige lange duurlopen. En eigenlijk gewoon, ja, noem het als wielrenners, 4 uur lang praten met elkaar. Terwijl je ondertussen nog een paar kilometers wegtrapt. Dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. De Eindhoven Marathon. Ja, voor de 2e keer dit jaar. Vorig jaar voor het eerst gedaan. Eigenlijk was dit jaar primair het idee geen najaarsmarathon. Maar omdat het geen PR werd, zei ik van ja, dan moet en zal toch een najaarsmarathon gelopen worden. In Eindhoven, om normale omstandigheden, is het gewoon echt een ultrasnel parcours. Dus dan wordt het heel interessant. En afgelopen jaar kwam ik erachter op dat het toch wel erg prettig is als je op 2 kilometer van de start woont. Dat je gewoon kan inlopen van je huis met je wedstrijdschoentjes in je handen na de start. Met je kleertjes al aan. In plaats van nog hotels en weet ik wat voor shit. Nog in de metro. Zulke soort bullshit. Nee, dit is gewoon echt perfect. En dan met je familie en vrienden in de buurt. Dat maakt het gewoon nog veel mooier. En Eindhoven heeft vorig jaar voor het eerst ook wat extra gedaan. Om mij ook met het startnummer 040, het netnummer van Eindhoven, te laten lopen. En dat... Dat helpt dus ook weer dat de rest van de mensen je ook herkennen. Eindhoven, je zegt het is een belevenis en daarom pas na 5 jaar. Maar als ik me goed herinner, dan kom jij toch vrij emotioneel over de finish. De Brooklyn Bridge of zo over Manhattan. Over First Avenue is fantastisch. Champs-Élysées, maar langs je eigen huis is ook echt super. Dat is echt... En we hebben een startnummer. Het heeft gisteren neergisteren een sponsor van advertentie in de krant gezet. 040 startnummer. Het netnummer van Eindhoven. En dat weten ze wel hier. Dus... Het heeft gisteren ergens van de krant gestaan. En superveel mensen op die knieën en die wel roepen, kom op, ja, dat is wel mooi, zo echt. Ja, maar nou ja, dat is sowieso de marathon, hè. Je komt altijd, kom je emotioneel over de finish. Dat, tenminste, ik wel. Ik heb echt, nee, maar dat is echt die gierende adrenaline. Ja, laat ik zo dat ene momentje, ja, daar doe je het eigenlijk allemaal voor. En ja, in Londen kwam ik ook scheldend en tierend over de finish, hoor, wat dat betreft. Maar... Nee, maar wat er in Eindhoven ook bij zat toen, de afgelopen jaar, toen liep ik ook samen met mijn broer en een van mijn beste vrienden, liep wij voor het goede doel Ride to Play. En ik was op koers, alleen 3 weken voor de marathon scheurde ik mijn hamstring. Ik kreeg een lichte spierscheuring en toen was het dus even de vraag van, kan ik überhaupt lopen? En dat was ook voor mij de eerste marathon waarbij ik dacht van, het zou mij niks verbazen dat ik een keer niet... ga finishen. De kans dat ik uit moet stappen, gewoon genoodgedwongen, die is gewoon best reëel. Nou, als je hem dan toch uitloopt en toch nog in een PR, dan is het helemaal super. En dit jaar? Met welk doel ga je dit jaar Eindhoven lopen? Nou ja, die 2:24:59 die blijft gewoon staan. Maar ik heb nu wel uit het voorjaar geleerd van als het niet helemaal gaat hoe je wil dat het gaat, ga dan toch gewoon tot het gaatje. Want je krijgt maar 1 kans per half jaar. En je krijgt er spijt van. Dus ook als het 2:26 wordt of als het 2:27 laag wordt. Nog steeds. Als ik maar het idee heb dat ik er alles uitgehaald heb, dan ben ik tevreden. Het zou nog veel harder moeten kunnen. Heel eerlijk, ik heb in Londen had ik in mijn hoofd zitten van, als het echt goed draait, vandaag loop ik 2:23. En dat zou een Eindhoven zijn. Kijk, dat blijft gewoon staan. Ik ben beter aan het trainen nu weer. En het wordt wel allemaal netjes afgestemd. Dus het zou moeten kunnen, maar... Ja, ik ga er niet meer heel hard schreeuwen nu van 2:24:59 met 2 vingers in mijn neus, want dat is gewoon niet zo.